Piratenproblemen, aflevering 2. Hoi, ik ben er weer en er is een nieuw probleem. Stel je voor, je bent een piraat op een piratenschip en opeens komt er een grote storm en het schip slaat om en je spoelt aan op een onbewoond eiland. Hoe kun je dan proberen iemand te bereiken zodat je weer naar huis kan? Je kan een brief schrijven, maar stel je voor, je hebt geen pen, maar je hebt wel een papier, lijm, een schaar en wat een geluk, er spoelen tijdschriften en kranten aan. Nou, die moet je dan eerst even laten drogen. En wat we dan kunnen doen, is letters knippen uit de tijdschriften. En op die manier kun je een brief maken. Ik ga bijvoorbeeld schrijven: help, ik zit vast op een onbewoond eiland. Laten we beginnen. Daar gaat ie. Ik ben op zoek naar de letter U. Als je je letters hebt gevonden, dan lijm je ze op het papier. Zoals ik doe. Help. Ik zit vast op een eiland. Ik moet mijn brief nog afmaken. Maar jullie kunnen in ieder geval ook aan de slag met je eigen brief. Als je dan klaar bent met je brief, kun je hem rollen. En in een glazen fles stoppen. Dan kan die op de post. Op de zeepost. Succes!